Speciaal fragment. Goedemorgen, mag ik je stempel als identiteit verwijzen, alsjeblieft? Ja. I'm only Eurolesterol. Dat is maar weer bewezen hiermee. Ja, stom gewoon natuurlijk. Ik had gewoon het goede paspoort mee moeten nemen. Maar goed, even terug naar huis gereden. En het voordeel is, dan kun je twee keer door de straat. Dus ik heb de ervaring nu echt meegemaakt. Zeg het maar. Demissionaris. De jongen. Paspoort vergeten. Coronabeleid. Tweede Kamer. CDA. Zijn broer is directeur bij een van de grote farma-industrieën van de vaccins. Coronabeleid. Nieuwe schoenen. Cocaïne. Hoorde ik! Pas. Hila. Hij is demissionair minister van Volksgezondheid. Dit was toen hij ging stemmen. En toen was hij dus een paspoort vergeten, dus toen moest hij terug. Hij werkt voor het CDA. Hij heeft zich teruggetrokken als lijsttrekker van het CDA. Op plaats van Marco Hoekstra, pas. Najib. Staatssecretaris was hij eerst in het begin. Hij heeft Rex Schoenen, zijn vrouw, heeft meegedaan. En pas. Hij had niet het goede paspoort bij zich. Het was verlopen. En dat was, hij gaf de schuld aan zijn vrouw. Hij had het verkeerde paspoort klaargelegd. Ja. En waarom zei jij eigenlijk cocaïne? In de wandelgangen hoor je wel eens wat. I don't know. Ik weet het niet. De wandelgangen van de Twitter, whatever. I don't know. Hugo de Jonge snuift cocaïne. Ik associeer maar. Ik was er niet bij. Ja. Ik hoorde dat je moest blijven associëren met deze film. Ja, zeker. Deze film. Ja. Associeer jij Hugo de Jonge met cocaïne? Nee, met allerlei dingen, maar niet met cocaïne. Nee. Had hij maar iets meer gesnoven, dan waren ze misschien wat sneller gestart. De tussenstand is nu hier, 196 seconden. Jij niet.